Hey, yo, kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van de Minecraft Server Tour. En vandaag zijn wij weer in Shadow World. Ik heb werkelijk geen idee waar we anders zouden moeten zitten. Maar goed, vandaag gaan we weer op de whitelist. En dat is, eens even kijken, is Het, tadaa, pep. P-Killer, dus ja, dat bent een leuke vogelafbeelding op YouTube. Dus uh, ja, jij mag nu op de Shadow World server. En um, jongens, vandaag ga ik jullie laten zien wat wij allemaal uh, ja, aan hebben. Oké, okay, nee, maar wat wij allemaal hebben aangepast aan de um, ja, server shop, zeg maar. En wie is daar bezig geweest met die trapdash? Wie heeft die trap door naar boven gedaan? Ik ruk zijn kop eraf en er timmeren boven mijn open haakje. Ja, God non Nee, maar in ieder geval, jongens, vandaag ga ik eens even uh, laten zien wat we allemaal hebben uh, aangepast. Als eerste. We hebben uh, niet besloten om... Nou ja, we hebben niet besloten. We hebben besloten om de Shadow World server niet in uh, Halloween-stijl te maken. Want het is een hoop met werk. Want ik had uh, ja, het idee om zeg maar um, de hele spawn in, 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 in ja, Halloween-stijl te maken. Met allemaal uh, ja, fancy meuk erin. Waarom, wat gewoon echt helemaal spooky en spannend lijkt en alles. En uh, misschien zelfs een Halloween minigame. Alleen dat... Nee, nee, nee. Dat gaat hem gewoon niet worden. Want het het is vandaag de 25e, trouwens ben ik excuse die dat zo laat online komt. Maar ik heb het zo verschrikkelijk druk en het zit mij niet mee. En er komt nog allemaal meuk jullie kant op met info en... De, uh... Ja, ik heb net afgeten op, maar... Eens even kijken, goed, verder. Um... Het gaat niet door, want nou ja, het was te veel werk. Want er moesten allemaal cobwebs ophangen. En de vloer moest helemaal aangepast worden. En Halloween, uh, ja, meuk met trapdoors en zo. Dat het gewoon een oud verlaten, uh, ja, spawn dingetje leek, zeg maar. Alleen dat werd hem dus niet. En waarom kijk ik steeds in mijn inventory? Waarschijnlijk omdat ik dit weg wil doen. Maar ja, het werkt dus gewoon nooit wat. En, um... Ja, het is gewoon GG. Good game. We gaan wel uh, op uh, 1 december. gaat de hele server uh, in kerststijl weer open. Hij gaat uh, vermoedelijk ongeveer een uh, uh, ja, grote week, zeg maar. Een klein beetje dicht. Want er wordt een kerstboom gebouwd. En uh, we willen niet dat iemand dat ziet. Want nou ja, tegen de tijd dat het uh, ja, 1 december is, gaat er nog wel redelijk wat tijd overheen. Dus dat betekent veel serve veel nieuwe mensen op de whitelist. Misschien zelfs nog wel wat uh, extra uh, invites en alles. Maar het is best wel. Um ja, moeilijk om alles in kerststijl te maken, want er moet een kerstboom gebouwd worden, er moet van alles gebeuren, dus reken erop dat uh, de server ongeveer een complete week, zeg maar, dicht gaat, en dat, uh, nou er gaat niet dicht, er staat, zeg maar, bij um, work in progress, en nou ja, dat betekent dat... Uh, aan het werk zijn. Dus als er bij de um, uh, world of server message, zeg maar, onder de uh, of boven de IP of zo, ik weet niet wat er precies allemaal staat. Uh, als dat staat van uh, work in progress en dan staat er meestal wat achter waar we weer mee bezig zijn. Uh, uh, join dan niet en dan staat het ook bij. Nou, in ieder geval, als er wat anders staat dan normaal van join niet, uh, wij zijn bezig, onderhoud, zoiets zeg maar dan uh, join dan alsjeblieft ook niet. Want als je dan joint, dan word je gekickt. En join je dan nog een keer, en dan word je geband. Het staat er dan duidelijk in Caps Lock. En we kunnen dan echt niet... niet, niet... We hebben dan niet echt allemaal tijd... Om, om iedereen dan van de server af te gaan halen... en het allemaal vriendelijk te vragen. We willen zo snel mogelijk uh, bezig met het kerstproject, zeg maar. Want er moet een kerstboom gebouwd worden. Er moet een, een, een kerststal gebouwd worden. En er moet gigantisch veel voorbereidingen getroffen worden voor kerst. En Oud en Nieuw natuurlijk. Want bij Oud en Nieuw komt de vuurwerk. Ding en zo, en dat heb ik allemaal al verklapt, maar dat boeit allemaal niet. Dus, um, uh, ja, er komt wel heel veel fancy meuk jullie kant op, dus verwacht dat, uh, zeg maar, de laatste week van november de server voor jullie een week dicht gaat. Hij is open, maar joint dan dus niet. Als er, uh, uh, ja, iets bij staat van onderhoud of zo, join dan niet. Dat, dat moet je gewoon niet doen, dan word je gekickt Join nog een keer, word je geband En, um, ja, dat is gewoon niet handig om te doen. En uh, dat zal denk ik ook nog een keer zijn. Uh, de laatste. Nou, ik denk dat we meteen overgaan van kerst op Oud en nieuw Want ik wil compleet. Heel december wil ik deze server in kerststijl hebben. En ik denk dat we zelfs nog. Uh, op. Ja. De, de, de 1 januari, zeg maar. Van. Uh, ja. Um, 2014, dat die dan nog open blijft en de dag daarna dus, volgens mij was het, wat is het dan, nieuwjaarsdag volgens mij, ik weet niet, in ieder geval uh, de eerste week van uh, 2014 gaat die zeg maar een beetje dicht oud en nieuw avond, dus dan is allemaal wel open en zo, en dan komt dan ook een speciale vuurwerkshow online en zo, maar er wordt gewoon dan ook nog onderhoud gepleegd, want dan moet al die kerstmeuk weer weg, en we hebben dan geen zin om allemaal mensen te hebben op de server, die allemaal tegen ons aangezurren is normaal zelf niet echt een probleem maar op dit punt willen we gewoon niet echt heel veel gedonder op de surf server. Uh, als we daarmee bezig zijn, dan willen we ook niet bijvoorbeeld, als we nou work in progress gaan doen voor Halloween, dan was het ook een week dicht gegaan ongeveer voor jullie. Zodat we gewoon volop hiermee aan de gang kunnen. Want als er heel veel mensen joinen, dan krijg je allemaal dingen van mag ik die bouwen en, en dit en dat. En dat is normaal niet het probleem. Daarvan zijn we je admits. Maar het is wel een probleem als we met een groot project bezig zijn. Dus hou dat gewoon in de gaten en... Um, uh, ja, sowieso de laatste week van November gaat die dicht. We weten nog niet hoe we dat gaan doen met oud en nieuw. Uh, misschien breken we het wel af als het gewoon de server open is. Weet allemaal het niet, er is nog niks over gezegd. Uh, ga ervan uit, zeg maar, dat die. Um, zeg maar, want je hebt oudjaarsavond, zeg maar. En heb je nieuwjaarsdag. En op oudjaarsavond komt de video online. Uh, waarmee, zeg maar, de server uh, een vuurwerk spektakel is en zo. En bla bla bla, 2020 genuzel. En, um, uh, ja, dan gaat hij zeg maar daarna ook dicht, zodat we de kerstmeuk kunnen afbreken. Dat gaan we zo snel mogelijk doen. Hopelijk is dat, dat binnen een dagje of een paar dagjes geklaard, dat hij zo snel mogelijk weer open kan. Uh, dat horen jullie dan nog allemaal via Twitter, maar ga daar maar vanuit ongeveer. Ja. Goed, wat hebben we allemaal gedaan? Want we moeten het niet over toekomstplannen gaan hebben, maar we moeten het gaan hebben over wat er is gebeurd. Wel, als eerste, we hebben het uh, nieuwsmeuk dingetje aangepast. Ik zal het even laten zien. Dus even kijken, ik moet even heen vliegen. Ik snap dit niet trouwens. Dit hele schaap, dat speest hier al, al, al. Al dagen, het is echt het is niet normaal, maar goed, we hebben hier uh, onze Hall of, ja, Hall of Fame, zeg maar. Waarom is dat, dat die, die kop van Joran zo vermengd? Joran, waarom is je hoofd vermengd? Zo, goed. Uh, alle admins en owners. Er is nog maar uh, één status. Nou ja, eigenlijk twee. Ik ben de uh, eigenaar. Maar voor de rest is iedereen op, 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 op. Je ziet wel, iedereen is op. Er zijn geen. Kijk, vroeger had ik zoiets als owner. Dat ben ik. Dan heb je admin. Dat zijn zeg maar de mensen die onder de owner zitten. En dan heb je de ops. Dat zijn zeg maar de lui die meestal dealen met probleempjes van uh, uh, ja, spelers en zo. Dus zeg maar. De admin staat boven de ops en de owner staat weer boven de admin. Zeg maar, zoiets was het vroeger. Alleen nou is het gewoon bam, iedereen op en ben ik gewoon alleen de eigenaar. Want dat zorgt voor wat oneenigheid tussen al deze figuren hier. Maar dat maakt misschien niet zo heel veel uit. Het is allemaal geregeld en zo en bla. bla, bla, bla. Dus goed, we gaan maar gewoon eens even uh, beginnen met het nieuwe nieuws te laten zien. Ja, het nieuwe nieuws jongens. Eens even kijken. Nou, als eerste. Uh, gebouw van de shop is af. Voor ideeën voor de kelder van de server ga naar een admin. Dat is dus... Dat moet op zijn, maar goed. Dit, dit schrijf ik trouwens niet zelf. Dit, dit, dit doet meestal iemand anders voor mij. Ja, ik, ik heb daar personeel voor. Nee, maar dat wordt allemaal meestal zomaar gedaan. De kelder, werkelijk, geen idee wat we hier nog moeten doen. Uh, wordt nog een project met kerst of zoiets. Geen idee eigenlijk. Zie wel. Uh, de shop... Uh, het gebouw is af. De shop is nog niet af. Als de shop klaar is, dan komt het die te staande gekleurde letters. Maar bam en brrr, En het gaat wel episch worden. Maar ja, nu staat het er dus nog niet. En... Um ja, dus het, het hele shopgebouw is klaar. Het moet alleen nog met die verkopen bordjes erbij en zo. Er moet nog allemaal een beetje ingedeeld worden. Maar, um, ja, kijk hier dus op deze muur voor het laatste server Als je de server gejoind bent. Holy shit, room Pieter Gonzales. Dan moet uh, uh, alleen de torens moeten nog afgemaakt worden. Maar in principe is het gebouw klaar, zeg maar. Het is toegankelijk. Tenminste, het is toegankelijk in de... Show, uh, in de... Uh, ja, verste verte, zeg maar. Dat je, of nou ja. Het is klaar in de zin van. Hè, daar hebben we het wat ik naar zocht. Uh, dat je hier kunt lopen. En meer kun je echt niet doen. Je kunt hier nog niet echt bezig met. Zooi kopen en zo. De hele blockshop. Of de oorshop de, de, de moet nog gebouwd worden. Zeg maar. Dat moet hier allemaal nog gedaan worden. Dat moet nog uh, helemaal klaargemaakt worden. Ik hoop dat ik dat in de komende tour een beetje klaar kan maken. Zeg maar. Dat het gewoon een beetje. Um, uh, dat, het, dat, dat, dat het een beetje klaar is. Dat het hele kamergeneus op een. Dat het een beetje vorm begint te krijgen. En dat we dit in, in de komende servo-tours, Ik eindelijk een keer zeggen: Het is klaar. En uh, ik hoop dat ik voor de volgende servo-tour de helft van de. Uh, uh, ja, kookbordjes klaar kan krijgen. En dit zijn dus nog van die dingen waar we nog moeten regelen. Die idiote planten die. die komen er de strot uit. En kijk, dit soort dingen moeten we nog doen. En we moeten al die treptjes aan de buitenkant nog plaatsen. Want. Uh, nou ja, kijk, ik zal even... <laughs> kijk, hier moeten dus nog allemaal trapdoors komen, dat is allemaal niet klaar. En Dit moet allemaal nog fatsoenlijk gemaakt worden, want het faalt gewoon allemaal hier. Dus uh, er moet nog heel, 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 heel veel gedaan worden. Maar het gebouw is grotendeels klaar voor ongeveer 90%. Dus eigenlijk wat er aan die uh, muur staat bij spawn is eigenlijk niet waar, maar... En, 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 het is grotendeels klaar. En dit zijn alle shopdingen, zeg maar. Daar komen je zo signs te hangen met uh, ja, dingen. Zeg maar, dit is het product wat je koopt. Dat ik op hier het, het, het verkoop zijn. moet je er gewoon met de rechtermuisknop op klikken. En dan uh, kreeg je dat item in je inventory, zeg maar. En je kunt hier praktisch alle um, boeiende shizzle wel kopen. Het verschil natuurlijk wel van hoe duur alles is. Waarom staat hier een Nvl? Ah, je hebt trouwens ook uitzicht op uh, Moosby en het hele purple daar. Maar je kunt hier zeg maar alle blokken kopen en zo. De, um, de, 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 de wat simpelere blokken, zoals alle woedsoorten, alle kabel en stoommeuk. Kun je allemaal hierachter kopen. En uh, uh, ja, dit moet dus nog allemaal weg en uh, veranderd worden. En zeg maar alle wat interessantere dingen, zoals alle redstone, zooi en. Uh, uh, ja, dat staat een beetje allemaal voorin. En zo weer wat de inrichting, dingen waar heel veel mensen natuurlijk dingen van gaan kopen. Dat wordt allemaal al hiervoor opgesteld. En um, de, de blokken zijn meestal achterin en alles. Maar dus, dit bedoel ik dus, er moet nog allemaal uh, andere meuk gedaan worden. En het is nog lang niet klaar, maar we werken er zo hard aan als we kunnen. We hebben echt gesjoegd om, om gewoon ook de uh, outside een beetje klaar te krijgen voor vandaag. Want we willen sowieso dat het er een beetje leuk uitziet van de achterkant. zijn bij de week way exit border, Ik ga niet praten vandaag. Er zijn trouwens ook dus exitbordjes geplaatst van waar alles is, zeg maar. Dat wordt allemaal ook nog verder uitgewerkt hier. Dit zijn trouwens ook allemaal nieuwe dingen. veel en World Trade Center. Dat hebben we nou als het goed is helemaal gedaan. Vroeger was het een beetje half gebakken en dan kon je dat niet zo goed vinden. Maar nu is het grotendeels af. Uh, het is nog niet helemaal klaar trouwens, maar oké. Okay. Hier hebben we heel hard gewerkt, dit Weedveld. Dit is echt een project dat ik al gewoon een hele tijd in mijn server... Haven trouwens deze meuk is niet geprotect ga hier alsjeblieft geen weed farmen, ik kan achterhalen wie het heeft gedaan heb je het gedaan, word je acuut geband, er wordt geen grieving getolereerd hier op Shadowgames 23, Wat je acuut geband uh, uh, doei doei uh, geen zin meer in jou dus uh, ja, want het is dus niet geprotect. Moet allemaal nog gedaan worden. Wordt ook allemaal gedaan. Server is nu zeg maar nog in uh, de 0 punt versie. Uh, ik verwacht dat het in 2014 in de 1.0 versie gaat. En, uh, zovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort. <clears throat> ik zei wel, hij moet helemaal live gaan. Bij uh, de 1000 abonnees is ons helaas pindakaas. Uh, gelukt op een bepaald punt. Het punt was zeg maar dat de mensen erin konden. En dat alles goed was. Alleen dat is niet echt... Uh... Uh, gelukt qua... Ja, hoe noemen we dat? Qua attracties zoals de shop en de haven. Dat moet allemaal nog gebouwd worden. Uh, 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 uh. Trouwens, dit is nog iets ter nagedachtenis aan de Hunger Games episode... De Piraten van Tim's Boot. Heb je die niet gekeken, jongens? Dungeon Games, de episode Piraten van Tim's Boot. Ga die kijken. Gewoon even bij de afspeellijst kijken. Bij de afspeellijst kun je trouwens grotendeels alle mijn video's terugkijken. Die ik ooit heb gedaan. Want dat staat er allemaal. En dit moest een boot voorstellen. Maar ik vind hem prima gemaakt. Dus jongens, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Dat moet geen zoveel toe zijn van een half uur. Wel heel veel informatie. Maar Shadow Games 23 draait in ieder geval nog tot eind uh, ja, 2013. Om een hoop informatie. Want er moet zoveel geregeld worden. Voor kerst moeten we nu al voorbereid. Getroffen worden. Er moeten voorbereidingen getroffen worden voor um, uh, toekomstige series. Want er komen heel veel nieuwe games aan, moet allemaal geordend worden. Er moet heel veel gebeuren. We werken zo hard eraan als we kunnen. Sorry dat het een en ander niet online komt. Sorry dat de video's niet zo goed zijn als ik had gehoopt in de herfstvakantie. Maar mijn internet is enorm kut aan het doen. En, 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 en ik weet niet wat Tillentwee allemaal last van heeft. Maar het is gewoon allemaal niet fatsoenlijk op dit moment. Maar goed, er wordt aan. Pro-spawn meneer, de zombie pro-spawn. Maar er wordt aan gewerkt. Uh, trouwens jongens, laat even een uh, uh, leuke naam achter voor het schaap hier. En weet je wat ik gewoon ga doen? Degene die het leukste naam voor dit schaapje heeft uh, gekozen, die uh, gaat de volgende week gewoon in de server. Dus uh, uh, ja, ik heb trouwens wel een hele leuke naam voor dat ding. Maar dat, dat zien we dan wel. Als er geen leuke naampjes bij zitten, dan... Uh, Bedenk ik dezelfde dus in de zet ik als nog iemand op de whitelist. Dat was een hele verkrekte lach. Ik moest het een keer van Jelle doen. Ik moest een keer heel verkreek lachen in de server Maar goed, dat zal wel. Maar goed, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan uh, zie ik jullie later. Vergeet geen likeje en uh, abonneren. En uh, ja, meuk en zo. Dus ja, laten mensen.